Wat's up, strijders van Eén de Alliantie. Ik ben Erik en welkom bij een nieuwe aflevering van Return of the Obradin. De vorige keer hebben we gevonden hoe deze man is overleden, namelijk door de blast van een kanon. En nog wat andere mensen. Nu gaan we verder. We gaan in ieder geval even kijken of we nog mensen kunnen vinden en of we nog wat faces herkenbaar hebben kunnen maken. We hebben in ieder geval nog niet de rest gevonden van Doom. Deze guy zei Diffuse. Kunnen we op basis daarvan uitvinden wie iemand is? I don't know. We gaan even verder. Naar het einde. Deze persoon is iemand die is betrokken bij het afschieten van een gun. Deze persoon lijkt mij een gunman. Ik wil graag even kijken. Er zijn geen gunmen, helaas. Jammer. Voor de rest zijn er hier niet zo heel veel mensen nog die wij kunnen identificeren. De enige persoon die we kunnen identificeren blijkbaar is deze persoon. En ik weet niet waar Formosa ligt, maar dat maakt niet uit. Dat is hem in ieder geval niet. Anyway, we gaan gewoon even verder. De persoon die wij namelijk hadden gevonden lag hier. En dat is een nieuw filmpje. Lord, move by hand. Oké, deze persoon is gecrushed door een kraken. Deze persoon wordt gecrushed door een kraken. Oh, tegen het kanon. En deze persoon is de persoon die ook is overleden. In het volgende filmpje, zoals ik al zei, waarschijnlijk is hij door de muur geknald. Dat is waar. Deze persoon is neergeschoten door een kanon. Doordat hij probeerde te helpen. Maar ze hadden het over een fuse. Deze persoon schiet ook iets af. Deze persoon springt hier weg. Dus kortom, die man is doodgeschoten en deze man is gecrushed tegen dit kanon aan. Zo kan je zien dat in andere filmpjes soms verduidelijkt wordt wat er gebeurt met een andere persoon. Ik moet ook zeggen dat het helpt dat ik hier commentary bij probeer te geven, aangezien ik ook voor mezelf wat meer duidelijkheid krijg in wat er gebeurt, door te zeggen. Oké, deze persoon is gecrushed door een beest. Maar waar? Wacht, deze persoon is neergeknald door een explosie. En sasa. Dat is wat we hier nog kunnen doen momenteel. Denk ik, ja. Dus we gaan verder. We weten dat er waarschijnlijk een schot hier beneden zit. Aangezien er de persoon die in dit filmpje praatte, Schots was. Lord, move by hands in level ready, nobile spark. Ik kan geen goed Schots accent, maar hij was Schots. Dat konden we horen. Maar wie dat command geeft, dat weten we nog niet. We gaan deze kant op lopen, even kijken of hier allemaal te vinden is. Vrijwel niks. Nou, daar gaan we terug. Kunnen we hier erboven? Nee, dat kunnen we niet. Kunnen we hier... Oeh, hier ligt een dooie. Dan gaan we deze kant op in ieder geval. Deze deur is open. En die heeft ook een dode. Oké. Vind ik niet echt heel erg lekker. Volgens mij zat deze persoon te schijten. En werd hij gecrushed. AS. De persoon in kwestie heet AS.
de fotograaf. Denk ik. Want de foto's die gemaakt zijn, worden gemaakt door hem. Dit is een persoon die dit witnessed. Oké. ES. Deze kunnen we denk ik wel hebben. Want er zal waarschijnlijk één iemand zijn die ES heet. Zijn er nog andere dingen? Oké. Er lopen hier allemaal mensen beneden deks. In ieder geval mid-deck. Dus de persoon die hier overleed heet ES. Of zijn initialen zijn ES. Waarschijnlijk kunnen we wel uitvinden wie dit is. Hij is gecrushed door een beest. Hij heet ES. Edward Spratt is een artist. Ik denk dat onze beste guess is, aangezien hij de foto's maakt. En er zijn geen andere S's meer, ES's meer, dus het lijkt mij dat dit Edward Spratt is. Lijkt mij logisch. Er is hier nog iemand dood gegaan. Boven. Waar is de deur? Of waar is de trap? Daar is de trap. Wie is dit? Oké. Is er voor de rest hier niks meer wat ik kan vinden? Don't seem like it at least. Er ligt daar iets in het water. Nu ben ik wel geïnteresseerd, maar ik kan die niet naartoe varen. Maar... Let me on. Over my dead body, you bloody Dane. Huh? How's that? There's no cause for trouble, boys. Get in the boat. And Dane. Before I forget, you killed my brother. What? There was an accident. The ropes. It wasn't his fault. I saw the whole thing. Nice. Oh, I shouldn't have waited so long. No, don't. Okay. Deze man is neergemapt door deze man. En deze man staat er naar te kijken met een fucking interessante gezichtsuitdrukking. Er zijn drie man. Vier man. Hier staat ook iemand. Met een boek. Een heleboel boeken. Oké. Maar wacht even, ik moet even kijken naar wat hier gezegd wordt straks. Want het is belangrijk, want ze hadden het over een Dane. Dus waarschijnlijk is deze guy Deens. En deze guy heeft een broer. Dus dat betekent dat er twee mensen zijn met dezelfde achternaam. Lijkt mij. Dit zijn belangrijke dingen die je moet, zeg maar, gebruiken op deze game te spelen. Oké, dus dit is part 1 van The Doom. Hebben we dan het hele hoofdstuk van The Doom uitgespeeld? Hebben we dan alle hoofdstukken van The Doom? Ja, dat hebben we. Oké, dus even kijken naar wat hier gezegd wordt. Let me on over my dead body, you bloody Dane. Let me on. Oké, dus dat betekent dat deze persoon een Dane is. En hij is geclubbed. Hij is gemapt met een club. Ja. By een persoon met een broer. Deze persoon is Deens. Kunnen we uitvinden? Denmark. Lars Linde? Lars Linde is de persoon in kwestie die wij hebben gevonden. Door wie hij is gekild weten we niet. We weten wel dat hij een broer heeft. Dus het lijkt mij dat wij misschien uit kunnen vinden wie er een broer heeft. Het is niet iemand van... De hoger op, denk ik. We kunnen in ieder geval kijken wie er een boer heeft. En hij is waarschijnlijk een Engelsman of een IJs of een Ierlander.
Even kijken, we hebben hier Peter, Shirley, Booth, Brandon. Peters. Peters. Zijn Engelsman, dat kan, dat kan. Dus het is waarschijnlijk één van deze twee. Je moet even in de gaten houden welke van de twee het is. We weten vrij zeker dat dit Lars Linde is, aangezien het een Deen is. Oké. Okay. Zijn er nog andere mensen? We hebben in ieder geval één iemand. Als we nog iemand hebben die zijn face niet gecoverd is, dan kunnen we uitvinden. Of kunnen we in ieder geval kijken of we drie man kunnen vinden. Even kijken, wat staat hier? Lars Linde. Let me on. Hij zei iets over, over zijn broer. You killed my brother, that was an accident. Ropes. Oké. Okay. Dus dat is voor Dean gebeurd. Dus dat betekent dat die mensen niet een van deze mensen kan zijn. We kunnen uitvinden wie dit is. Sir Luce Cannon, she's healing over, find your footing. Oké. Okay. We zouden het kunnen uitvinden. We zouden ook uit kunnen vinden wie dit is, maar we weten nog niet wie. We gaan gewoon verder. Ik weet vrij zeker dat het dus Lars Linde is. We gaan verder. We gaan op zoek naar meer bodies. Om uit te vinden wie is. We hebben in ieder geval het hoofdstuk uitgespeeld. Of in ieder geval dit hoofdstuk volledig gevonden. Dat zijn heel veel mensen die zijn overleden. Oh shit. Er zijn nog meer mensen. Disappearances. 7 wayward souls disappeared during the events of this chapter. Their fates are cataloged here. Oké, dus er zijn mensen hier waarvan we niet weten wie het zijn. Deze man heeft een hele interessante manier van kledij. Misschien kunnen we op basis daarvan uitvinden wie het is. Anyway. Dus er zijn nog mensen waarvan we niet weten wie of hoe ze overleden zijn. Daar zullen we dus in het vervolg even naar moeten gaan kijken. Of in de toekomst. Hier zijn we geweest. Dat is de schrijver van de basis van de foto's. Zijn er nog andere korpsen die we kunnen vinden? Hier lijkt het vrijwel alsof we hier niet naartoe kunnen. Hier kunnen we hier naar boven. Is er geen manier waarop we verder naar beneden kunnen? Misschien kunnen we eerst verder naar boven. Ook niet. Oké. Okay. Moeten we misschien onze grote vriend in het bootje? Ja, ik zweer. Dat zou wel vervelend zijn, maar. Het zou kunnen. We kunnen ons tenminste even beneden kijken. Misschien heeft hij wel iets te zeggen. Dat doesn't seem like it. Dan gaan we naar boven. Oké. Zijn er nog mensen? Zijn er nog dingen die wij op dit moment even kunnen doen? Naast het uitvogelen van wie is. Er zal nog wel een korps zijn wat we niet hebben gecheckt. Lijkt mij. Aangezien we anders maar verder zouden kunnen in de game. Hier, nee. Hier, nee. Het zou kunnen dat ik er gewoon volledig voorbij ben gelopen, toch? Hier nog, nee. Maar meestal zie je wel vliegjes. Misschien moet ik nog wat woorden oplossen. Ik denk dat ik hier naar binnen kan, toch? Oh. Oh. Ik kan gewoon een deur openen. Kan ik meerdere deuren openen? Is dat een mogelijkheid? Ja. Shit. Oké, dat wist ik niet. Zijn hier allemaal mensen dan? Nee. Maar hier binnen ligt tussen iemand en die gaan we even checken. Aangezien dat best wel belangrijk kan zijn, uiteraard. Ach, no. You're cut.
Dat is een Duitser en een dochter. Bear up, son. I'll stay with you. Tell me, mother, I tried my best. Aye. To pull him back, to save him. You tell her yourself. Brennan, bring the surgeons, kid. Brennan. Oké, okay, deze persoon is dus neergestoken. Hier zitten heel veel namen in, dus dat betekent dat we misschien wel juist iets kunnen doen. Oké, okay, dat is een persoon. Deze persoon heeft mensen neergemapt. En is op een later moment dus aangepakt. Wie is Brennan? Nee. En dit lijkt mij een dokter. Nee, dat is niet waar. Deze man heeft in ieder geval heel veel schade aangericht, kan ik je zien. Of kan ik je vertellen. Escape. Dit zou waarschijnlijk wel de hoofdstuk waarin heel veel mensen doodgaan, aangezien dit belangrijke hoofdstukken zijn voor wat er gebeurt op die Upper Deck. Oké, dus deze persoon is. Even kijken. God, no, don't leave me. Bear up, son. Son, I'll stay with you. Oké, dus de persoon die hem heeft geprobeerd te saven is een Duitser. Och no. Of in ieder geval iets in die trend. Deze persoon is. Even kijken hoor. Stabbed of zoiets? Spiked ook niet. Knife, denk ik. Maar ook niet echt helemaal. Door de persoon die wij al eerder hebben gezien. Tell Pete's mother. Dus hij heeft het over. I tried my best to pull him back to save him. Is dit voor of na de Kraken? Dit gaat over Bargain. Dit is na de Kraken. En een van deze personen. Even kijken, waar is het? Deze volgens mij. Ja, deze. Deze guy heeft Pete geprobeerd terug te trekken. Wie is Pete dan? Even kijken, wie is Pete? Pete. Paul. Peter Milroy. Lijkt mij. Ja, ik denk dat Peter Milroy de guy is, of waarover die het had. Moet ik even kijken wat hij nog precies zei. Even kijken. To pull him back to save him. En deze guy heet Brennan. You tell her yourself. Oh nee, nee, nee. Nee, laat maar. Oké, okay, dus even kijken. We gaan terug naar de guy. Een van die guys heet Peter Milroy. Even kijken. Was hij hier ook bij betrokken? Het zou kunnen. Ik denk dat dit de persoon is waar hij het over had. Peter Milroy. Ik denk dat dit de persoon is. En als het niet zo is, dan zien we dat zo. Het zou kunnen dat ik het fout heb. Even kijken, zijn er nog mensen die ik heb geprobeerd te gokken? Deze guy lijkt mij goed. Deze guy lijkt mij ook goed, maar ik weet niet door wie. Een van de twee guys die een broer had. Dat lijkt me dan. We kunnen op z'n minst even iemand proberen. Hell yeah! Let's go! Three more fates correct. Nice. Nice. Sick. Nog drie fates voltooid. Sick. Er is nog één ding wat ik even wil checken. De guy, Lars Linde, die geslagen is, was, of die in elkaar geslagen is. Deze guy. Is door
Nathan Peters in elkaar gemapt. Daar was iemand bij. Deze persoon. Deze persoon en de guy die hem daadwerkelijk in elkaar heeft geslagen. Deze persoon. Hebben wij zijn gezicht al eerder gezien? Even kijken. Nee. Niet die. Don't seem like it, at least. Nog, ofwel. Hier misschien. Nee. Nee. Of is dit deze? Nee, dat is niet deze persoon. Als we deze persoon vinden, weten we dat het Nathan nog wat is. Anyway, mensen. We pakken eventjes dit mee. En dan kunnen we de aflevering afsluiten. Guide me towards meer shit voor de Overden. Oké. Mensen, ik bedank jullie voor het kijken van deze aflevering. Like, abonneer, reageer en deel het met je vrienden. Hoop je de volgende keer weer terug te zien. Bij een nieuwe aflevering van Return of the Overden. See ya.